Ja, goedenavond. Daar zijn we weer met een nieuw blokje social media. Als het goed is, werkt de techniek nu met ons mee. We gaan even weer een paar tweets en andere socials bekijken. Wil je ook hier op het scherm verschijnen? Doe dan hashtag BaronieTV en dan kiezen wij de allerleukste uit. En die komen uiteindelijk hier op het scherm. Zoals hier bijvoorbeeld Arjen Noe. Die zegt gisteren in het Kielengat met de boys. 5 boys, zonder bril op, supercool. Die had het zeker gezellig, denk ik. We gaan even naar de volgende toe. De volgende tweet of Insta, kijk hier is-ie. Maarten Withagen zegt over verbroedering gesproken. Een heel gezellige groep. Maarten, dit is Maarten zelf, denk ik. Die zit lekker lang uit. Hup, met allemaal alle vrienden lekker lang uit. Leuke foto. Heb je meer van zulke leuke foto's? Hoe origineler, hoe leuker, hè? Dus stuur ze lekker op. We hebben er nog een paar, denk ik. We gaan eens even kijken. Kijk eens hier. Prins Ari zie ik. Heerlijk jezelf mogen en kunnen zijn is het mooiste wat er is. Dit weekend eventjes carnaval vieren met Indra. Voordat mama komende dagen weer druk is met de andere prinsen en prinsessen van het Skielengat. Ze heeft een heel boek geschreven. Was superleuk. Met de prins. Prins Ari. En een mooie ballon erbij. Dan hebben we de laatste. Even kijken. Carnaval. Uitgelaten. Kijk eens, met 2 hondjes erbij. Stylor uit Zwijgat, Etteleur, BaronieTV van Egon Zitter. Als het goed is, we gaan nu kijken naar een verslag. We gaan naar de bouwloods bij de Blauwe Kei. Daar is onze verslaggever Helen geweest in het Schinneke. En we gaan kijken hoe ze daar vanaf heeft gebracht. Vandaag zijn we bij de bouwers van de Blauwe Kei en het Schinneke. Ze zijn voor het lest in deze haal. Lekker even bouwen, andere wagens. Kom even kijken, maken we even een indrukske. Er wordt ook nog druk bouwoverleg gepleegd, hè? Allemaal op het laatste moment, zeg maar. En maar kleuren, en maar plakken, en maar tekenen. Hartstikke goed bezig. John die heeft nog wat te vertellen, want hij kent niet meer zijn hele wagen in het Schinneke terecht. Vertel. Nou, het Schinneke is natuurlijk maar een klein dorpje op zich natuurlijk. Ja. En de takken, de bomen, die hangen te laag en kunnen wij niet met heel de wagen onderdoor. Wel met wat hier staat. Ja. Maar daar staan de grote koppen, ja, die alleen in Kielengat in Breda erop staan. En ik kan hem hier niet op zitten, dat is deze man, die had er niet op. Oké. Ja. En die twee koppen gaan er niet op als we de broekentocht draaien. Niet alles is compleet, hè? Maar John zegt net, de ogen moeten nog afgemaakt worden en dan moeten nog wat kleine details gemaakt worden. Maar dit zijn echt gigantische dingen, hè? Het gezelschap wordt verwelkomd op het Mastland. Baron van het Schinneke is binnen in de bouwschuur. De baron gaat nog even een aankondiging doen die heel belangrijk is. Even kijken dan. In ieder geval bedankt dat wij in de bouwloods mochten komen om te kijken. Voor mij is het natuurlijk niet nieuw dat ik hier
regelmatig aanwezig ben. Maar als baron vind ik het wel heel leuk om ook hier te zijn. Om de wagens bij de spoedjes te bekijken. Onze eigen wagen heb ik net al heel veel veranderingen weer gezien dan dat ik van de week toen ik hier wegging heb gezien. Dus hartstikke leuk. Ja, hier in de wijk denk ik dat we straks ook een leuke optocht krijgen. Dat de eerste inschrijvingen zijn al binnen, dat ik gehoord heb. Of in ieder geval aanmeldingen daarvoor. Dus ik denk dat het wel een leuke optocht gaat worden. Leon, jij wil nooit in de belangstelling staan. Nee, nooit. Dat weet ik. Daarvoor doe ik het ook hier, want ik kan het ook straks in het Erasmus kunnen doen, maar denk, dat doe ik niet. Maar jij wil nooit in de belangstelling staan. Maar je bent wel altijd met die wagen bezig. En je bent vanaf het eerste uur dat jullie zijn gaan bouwen, ik weet nog dat dat het glazen huis was, voor hier in de optocht te bouwen, bij Zon samen, ben je een motivator voor de spoedjes geweest. Ik zet mijn pet, ja, ik zet hem af. Wil je pet op? Ik ga mijn kleren, ik doe dan. Leon. Ik heb mijn twee hoofddames. Ja, ik maak wel. Om jullie een onderscheiding te geven. Ja, dat was bij de bouw van de wagens in het Ginneke. Ik heb nog een scoopje. Ik heb even snel een briefje in mijn handen gedrukt gekregen met de uitslag van de wagens. De winnaar was CV de Spoedjes en van de kinderen heeft de Beestenboer gewonnen. Kijk eens aan, een scoop. Als het goed is, hebben we nu een live verbinding met onze reporter Rob. Die staat in het archje bij het Rode Hert. Rob, ben jij daar? Ben jij daar aanwezig? Kijk, daar staat hij, onze Rob. We zijn in Prinsenhagen en het is carnaval. Wellicht heel verrassend, maar ik sta hier naast een meneer die ik hier in de hoek gevonden heb. Wie bent u? Ik ben Ben. Oh, en wie stelt u voor? Ja, gewoon Ben. Nee. Ik stel u voor. Hallo. Nee, wie stelt u voor? Bent u Zorro? Nee. Ja, officieel ben ik of the land of the dead. Dus ik ben opgestaan, ja. Oh, okay. Ja, ja. Was dat nodig? Had u vanmiddag al te veel gedronken? Na de afgelopen dagen moest ik wel even opstaan, ja. Dat klopt wel, ja. Oh, okay. Ja. Nee, en er zijn best wel mensen aan het snacken nou, naar de snackbar. Ja, nu etenstijd, hè. Ja. Dus nu moeten even mensen energie opdoen. Ja. En gaan vanavond lekker pils pakken, ja, natuurlijk. Oh, okay. Ja. En die mevrouw daar met de rode blouse daarachter, mag ik die ook eens lastig vallen? Ja, natuurlijk. Ja? Oké, ik ga haar even wenken. Ik ga... Sorry. Kom er even. Ja, als reporter mag iedereen lastigvallen. Hallo, ik wil u graag lastigvallen. Nou, dat mag hoor. Ja, mag wel lastigvallen. Zullen wij... Nee, voor carnaval lastigvallen. Want het is namelijk Prinsenhagen en we zijn het Rode Hert. En u wilde iets vertellen over de optocht, morgen, ja, dacht ik. Een groot optocht. Hartstikke druk en allemaal komen naar het Rode Hert natuurlijk, hè? Ja. En niet naar het Rode Hert, dan zie je de optocht niet. Dan zie je het op toch? Ja, maar tussendoor, hè? Ja, tussendoor. Lekker ja. Pilsje te drinken. Ja. Heerlijk. Ja, dat valt mij op dat veel mensen van dat gele spul drinken. Dat is dus bier. Ja, dat is bier. Lekker. Dat wist ik helemaal niet. Wordt het nou nog drukker? Want het is al een beetje aan het leeglopen. Ja. Zijn ze allemaal wat aan het eten? Allemaal een hapje eten. Oh, en straks komen ze allemaal weer terug. We hebben vanavond Tommy Lips. Ja. En gezellige optredens allemaal. Dus allemaal komen. Je kunt toch beter zelf een snackbar beginnen volgend jaar, dan blijven ze binnen. Ja, dat is waar. Maar ja, ze willen toch heel even opfrissen, even lekker wat eten en dan komen ze straks allemaal weer terug. Oké. Ja. Veel plezier voor straks met het bier. Dankjewel. Ja. Jij ook. Goeie plezier. Ja, ga lukken. Dat gaat zeker lukken. Dag. Dan zie ik daar nog drie mensen staan die beweren van alles te weten. Maar ik twijfel nog. Hallo. Hallo, sorry dat ik jullie stoor. Oh, u gaat wel heel, ja, u gaat wel heel ver weg in één keer. Oh, ja. Oké, nou. Ja, ze lopen in één keer weg. Ja, sorry, dus we moeten stoppen. Rob stopt ermee. Ik denk dat Rob ermee stopt. Rob is er klaar mee. Dankjewel Rob voor jouw interview. Ja. Ik neem het weer even van je over. Blijf lekker alles op posten via de social media. Hè. Hashtag BaronieTV, Facebook, Insta, Twitter, Hilde Reutemeteut. Krijgen wij hier op het scherm te zien. En dan ben je gewoon famous. Dankjewel voor het kijken. We gaan weer naar de volgende aflevering van Het Zotte Zankot. Ik heb er weer zin in. Ik hoop u thuis ook. Tot de volgende keer.